We zijn hier in de Urnekapel op het kerkhof in Oud-Bergen. En hier staan de urnen van de overleden mensen. De as is hier geplaatst. En we zijn hier ook op het kerkhof dat al enige eeuwen het kerkhof van dit dorp is. Het is Allerheilige. En met Allerheilige gaan mensen naar kerkhoven. Graven worden verzorgd, bloemen worden opgezet en mensen herinneren op die manier hun gestorvenen. Eigenlijk willen ze uitdrukken dat iemand die gestorven is, toch nog op een bepaalde manier aanwezig is, toch nog eigenlijk levend in de herinnering en in de verhalen is verblijft. En daar is één dag per jaar, wat dat heel nadrukkelijk wordt aangegeven en ook gevierd. En dat is Allerheilige. En Allerheilige is een van de hoogfeesten. Kerstmis en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en Allerheilige en Allerzielen. En heel belangrijk is te beseffen dat die feesten altijd op een bepaald moment in de natuur en in de tijd vallen. Kerstmis is een wendefeest, dan is de diepste duisternis en dan ontstaat er licht. En dat is gekerstend en gechristianiseerd in de geboorte van Jezus Christus, de menswording van God als een licht voor de wereld. Het Pasen is eigenlijk een lentefeest, een feest van alles wat groeit, wat uit de grond schiet, wat aan de bomen verschijnt. Pasen is het nieuwe leven. Het oude leven, het graf wordt verlaten. Het nieuwe leven dient zich ten volle aan. En dan hebben we ook nog Pinksteren. En Pinksteren is bij uitstek een zomerfeest. Dan zie je de oogst komen. De oogst die gezaaid is in het voorjaar. De zaden zijn tot vruchten geworden. En dat is het feest van de Heilige Geest. God vervult de zielen van de mensen met de geest van Jezus Christus. Daarin worden ze als het ware gerijpt. Daarna is eigenlijk ook nog Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Ook een zomerfeest. Je zou dat kunnen zien dat God in Maria de eerste vrucht volledig is gerijpt, die heeft hij naar de hemel gehaald. En dan Allerheilige en Allerzielen, dat is een feest dat thuis hoort in de herfst. Dan is de vergankelijkheid in de natuur. Dan is het vroeg donker. Dan is de wereld wat onheimisch, wat onbepaald. Dan zijn er in de verhalen en fantasieën allerlei momenten dat er spoken en allerlei figuren rond waren die je niet kunt zien. En in dat, daar hoort ook Allerheilige in thuis. En wij, Allerheilige, dat is eigenlijk begonnen in de Oosterse kerk. Het was de herdenking van de martelaren. En al die mensen die in de vervolging waren omgebracht. En later ook hebben ze herdacht, toen de martelingen waren opgehouden, al diegenen die bij uitmuntendheid tot christen waren, die Jezus letterlijk volgden, deze mensen, die hebben ze ook willen herdenken. En het Pantheon in Rome, dat was een tempel van de goden, en die is omgeturnd tot een kerk. En daarin hebben ze de heiligen en alle martelaren en de confessores herdacht. Dat was rond de 4e eeuw. Dat is het begin eigenlijk van Allerheilige. En daarbij gekomen is een hele andere sfeer en traditie. En die kwam van over de Alpen uit Engeland en Ierland. De Kelten die hadden een bepaalde natuurgodsdienst. En daarin is het christendom ontstaan. In dat Ierland en Engeland. En die hebben de doden herdacht aan het begin
van, op het einde en aan het begin van het Keltisch nieuwjaar. 31 oktober, dat was het oudjaar in de Keltische telling. En 1 november, dan begon het nieuwe jaar. En daarom is het niet zo vreemd dat dat Halloweenfeest, dat is daar namelijk mee te verbinden. Dat is later naar Amerika gegaan en toen is het helemaal vercommercialiseerd. Maar dat Allerheiligen werd ook al gevierd in de Angelsaksische landen. En daar heeft het de sfeer gekregen die wij nu nog steeds hebben. Namelijk dat we op Allerheiligen de heiligen gedenken. Niet zozeer als grote voorbeelden, maar vooral als beschermers en als degene die ons onder hun hoede nemen. Degene die onze voorspraak zijn bij God. En de heiligen die worden als het ware telkens beleefd en gezien in de menselijke devoties en in allerlei tradities. En zo is dat Allerheilige bij elkaar gekomen van Oost en West. En is dat geplaatst op 1 november bij het Keltische nieuwe jaar. En dat Halloween is ook gekerstend. Dat is de vooravond van Allerheiligen. En Allerzielen, dat is daar op volgende, dat is van veel latere datum. Allerzielen is eigenlijk pas uit de 12e eeuw. En daar is ontstaan in Cluny. Dat was een abt en die heeft dat nogal gepromoot. En dat Allerzielen, dat is namelijk dat de mensen, als het ware, hun overleden medemensen willen bewaren, levend willen houden, dat ze geloven dat die in de hemel met hen zijn en degene die er nog niet direct heen gingen, die zouden verblijven in het vagevuur en daar werden dan gebeden voor gehouden. En daar kennen we ook de aflaten van en daar kennen we ook allerlei misintenties van. Maar Allerzielen, dat is dus eigenlijk een soort voorouder herdenken. Ook dat is dat voorouder herdenken, dat is ook in die zin gechristianiseerd. En dan de betekenis liturgisch van Allerheiligen, als wij de mis gaan doen, dan betekent dat dat wij hier op aarde deelnemen aan de liturgie van de hemel. Er is geen scheiding tussen hemel en aarde, dat is één realiteit in de beleving van gelovige mensen. En dat is wel belangrijk dat we dat beseffen, we zijn dat wat kwijtgeraakt. We hebben die aarde en die hemel te ver uit elkaar gehaald. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde realiteit. En die heiligen, dat zijn de bewijzen dat het leven doorgaat op een nieuwe manier. En dat hemel en aarde door menselijke levens zijn verbonden. Zoals in wezen hemel en aarde zijn verbonden door de figuur van Jezus Christus. En wij mogen in die beleving ons eigen geloof verder dragen en mogen dat besef met elkaar delen.